wat te doen? Derde week februari in de tuin. Ja, als je nu de tuin induikt, dan zie je echt allemaal dingen uitlopen, hè? Hier, kijk, de spirea's beginnen al blad te maken. De vlinderstruiken beginnen al blad te maken. Kijk even naar deze waanzinnige Helleborus orientalis. Ja, het is gewoon een feestje al in de tuin. En dan zitten we nog maar derde week, hè? Maar het betekent ook dat er zo langzamerhand dingen gedaan moeten worden die misschien wel voor pas over 2 weken gepland staan, oorspronkelijk. Zoals deze vlinderstruik, die is nu allemaal zijn gewas aan het maken. Hou het weerbericht even in de gaten, maar voor volgende week voorspellen ze ook nog geen vorst. Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, haal alvast maar de helft eraf. Want hij gaat hier nu allemaal energie in steken. Ja, straks knip je het toch terug. Dus, nou, de vlinderstruik zou in principe al gesnoeid kunnen worden. Net zoals deze spirea. Hè? Dus als je zegt, nou, ik wil hem opnieuw laten komen, terwijl hij nu in het blad begint te gaan, knip hem maar terug. Kan hij even nieuwe knoppen gaan maken. Als je nou gaat snoeien, kijk uit waar je loopt. Hè? Want je ziet hier de narcissen beginnen uit te lopen. Eigenlijk door de hele tuin heen. Daarachterin zie je hier sintjes komen. Toevallig lag deze bol in de tuin. Nou, dit zie je nog wel. Hè? Loop daaromheen. Maar, dit is een hyacinthebol. Die zit meestal zo 10 à 15 centimeter diep. Tenminste, dat doe je normaal gesproken tegen de vorst. Die beginnen uit te lopen, zijn ze nu al volop mee bezig. Die hebben nu intussen een neus van zo'n, zo noem je dat, hè, van zo'n 7 centimeter. Maar zijn dus nog niet door... Waarom moet je nou lachen? Dat heet zo, een neus. Dit is gewoon niet anders, dat, zo noem je dat. Maar die is nu 7 centimeter. Je hebt het gewoon over mijn neus. Die is ook 7 centimeter, ja. Maar die zit dus nog niet boven de grond. Waarschijnlijk weet je wel in jouw tuin waar jij die hyacinten hebt staan en andere bloembollen. Dus loop daar ook voorzichtig overheen. Want als dit net onder het oppervlakte nog zit en je drukt met je schoenen, dan beschadig je toch die punten. Hij komt er wel doorheen. Het is een beetje een rot gezicht. Daar moet je dus een beetje op gaan letten. Maar het begint dus zo langzamerhand snoeitijd te worden. Maar als dat snoeien eigenlijk een beetje voorop begint te komen, hè, dat we misschien over een week al wel de rozen kunnen gaan snoeien, dan betekent het ook dat die planten beginnen te trekken aan de voedingsstoffen uit de grond vandaan. Dus we zitten nu met de derde week februari net een beetje op het kantelpunt. Gaan we nog een korte vorstperiode krijgen? Nou, dan komt alles even tot stilstand. Als dat niet gebeurt, ja, dan lopen we eigenlijk zo in één keer door naar het voorjaar. En die planten, en dat zie je nu al, die beginnen gewoon uit te lopen, vragen dus uiteindelijk om voeding. Dus wat je zou kunnen doen, is zo grofweg eind van deze week, begin volgende week, alvast je eerste voedingsbeurt te gaan geven. Dus gewoon de tuin. Gezond nog niet, wacht er nog even mee. Maar vooral je borders en je moestuin. En zorg dat het bodemleven lekker geactiveerd wordt. Dat die voedingsstoffen vrij worden gemaakt. En dat uiteindelijk die planten op het moment dat ze erom vragen, al vanaf dag 1 aan hun voeding kunnen komen. Ik had het net al even over de spirea. Nou, in dit geval is dit de Spirea japonica, waarschijnlijk de Anthony Waterer. Nou, er zijn heel veel soorten spirea's. Deze heeft een duidelijke schermbloem. Maar je hebt ook met de takken echt dat ze helemaal achter elkaar, nou, dat kan wel een meter lang zijn dat die aan het bloeien is. Welke spirea je ook neemt, in de winter kan je fantastisch snoeien. Je ziet ook precies wat je doet. En het leuke van deze is, je kan ook nog zien wat er vorig jaar gedaan is. Kijk, je ziet hier al die korte stokken, die zijn hier allemaal afgeknipt. Vervolgens, hè, bij een plant knipt, daar loopt hij uit, maakt hij allemaal nieuwe scheuten en daar heeft hij dit jaar dan ook op gebloeid. In principe zou ik bijna zeggen bij deze, snoei hem nu niet nog een keer. Maar die oude bloemen die erin zitten, knip je gewoon wel even weg. Als jouw vlinderstruik in de tuin nou gewoon 3 meter hoog is en 3 meter breed, mag je er in principe nu al dit van maken, hoor, wat mij betreft. Stel je voor, je krijgt nog wat vorst. Nou, dan kan je geen schade krijgen, want de uiteindelijke snoei, die doe je dan zeg maar eerste, tweede week maart. Ja, dan ga je hem gewoon echt lekker stevig aanpakken, zodat hij mooi van onderaf aan weer opnieuw gaat uitlopen. Maar als jij deze nog helemaal in vorm laat hebt, knip er alvast maar de helft uit vandaan. Dat ruimt gewoon lekker op. Zit je te kijken? Ah, ja. Ik heb dat gewoon elk jaar. Op het moment dat die rozen beginnen uit te lopen, ja, dan is voor mij het start van het voorjaar. Hè. Dat is, en ze zijn altijd heel vroeg, hè, dus er kan best nog wel een beetje fors komen. Nou zijn deze struikrozen overigens vorig najaar al behoorlijk teruggeknipt.
Dus die zijn al lekker kort. Er zit af en toe nog een jonge twijg in die wat langer is. Nou ja, die kan je altijd later wat terugknippen. Of gewoon, hoppakee, nu eruit halen. Maar wat je ziet, is hoe de reactie alweer is. Hè? Want hier is hij bijvoorbeeld afgekort op zo'n 20 centimeter. Dat zeggen wij ook altijd, hè? Ongeveer de lengte van je snoeischaar. En kom even kijken. Hoe waanzinnig leuk. Ja, dit, ik kan hiervan genieten. Hier, het blad begint uit te lopen. Die knoppen hier. En als je aan deze kant kijkt, kijk, komt er nog, het is allemaal piepklein. Maar jongen, hij is druk aan het zetten, die roos. Die begint echt eruit te knallen. Hier begint hij dat blad al te ontwikkelen. Dus als jij nog rozen hebt, struikrozen die heel groot zijn, of je klimroos, knip er alvast een heel deel af. Als je hem nog niet helemaal kort durft te knippen, laat je hem gewoon ietsje langer. Maar je ziet wat er gebeurt. Het werkt perfect. Dus... En is het dan voor alle rozen? Ik stel de vraag, want die komt zeker. Ja, alle rozen. Roos op stam, struikroos, klimroos. Haal alsjeblieft de grote hoeveelheid er alvast maar af. En wat mij betreft, want dat durf ik best wel aan, knip je hem al terug op de juiste hoogte. En dat is ongeveer de lengte van je snoeischaar, zoals het hier gedaan is. Kijk, dit is de oude. En daar is hij uiteindelijk. Je mag hem dus ook daar nog knippen. Dit is de Hypericum, de hertshooi, met die prachtige besjes in het najaar. Maar als je goed kijkt, helemaal beneden bij de voet, dan maakt hij allemaal nieuwe uitlopers. Maar hij maakt ook uitlopers, hier gewoon halverwege de twijg, onderin de twijg, boven in de twijg. Dus deze kan je op twee manieren snoeien. Of je kan zeggen, ik ga de Hypericum gewoon eens in één jaar helemaal verjongen. Dan knip je alles net boven de grond weg, want je laat die nieuwe scheuten van onderaf opnieuw komen. Je kunt ook zeggen, nou, ik wil de struik gewoon wat hoger houden. Dan knip jij, pak je gewoon een twijg en je knipt op een punt dat je denkt, nou, dit vind ik leuk. Stel je voor, hier zie je die twee knoppen zitten. Dan knip je dit bijvoorbeeld weg. Die laatste twee knoppen, die gaan dan vervolgens uitlopen en zal die uiteindelijk nog wel een half metertje groter groeien dit jaar. Je kunt ook zeggen, nou, ik wil hem wat dieper pakken. Elke keer bij die knoppen die je erin ziet, bijvoorbeeld hier... Neem hem hier helemaal beneden in. Stel je voor, ik haal deze hier weg. Kijk, zie je hem? Zie je hem daar? Kijk deze. Heb je hier nog zo'n knop zitten? Hier nog een zijtwijg. Als ik hem hier weg zou knippen, gaat hij als eerste, hoppakee, gaat hij uitlopen. Dus jij bepaalt bij de Hypericum een beetje, nou, hoe hoog wil ik hem hebben dit jaar? Tel er een halve meter bij op. Dat is ongeveer de struik die je krijgt. Maar dit kan je dus fantastisch snoeien en ook fantastisch verjongen. Dus als jij zo'n oude lelijke Hypericum in de tuin hebt, knip hem gewoon net boven de grond af. Moet jij eens kijken van de zomer. Is echt waanzinnig. Oké, we gaan verder met de zoektocht. Er zijn natuurlijk ook een aantal planten die je beter nog niet kunt snoeien. Denk aan de vaste planten, de grassen. En de varens. Daar is het gewoon nog wel een beetje te vroeg voor. Stel je voor, we krijgen nog wat vorst. En het is natuurlijk de bescherming van de planten. Hè? Al dat blad wat er nog ligt. Dat wordt echt wel een beetje eerste week maart. Daar gaan we je natuurlijk van op de hoogte houden. En dat krijg je automatisch in je mail. Als je abonneert natuurlijk. Vinden wij leuk. Dan ga je ook ander soort snoeigereedschap gebruiken. Ik doe nu alles in de tuin eigenlijk met dit kleine snoeischaartje. Kan ook een grotere zijn of... Het zwaarder werk met de takkenschaar. Maar die grassen, de varens en de vaste planten, daar gaan we straks echt met de heggenschaar mee aan de slag. Dus die lijken nog even met rust. Sowieso is al dat blad wat verteert prachtig voor het bodemleven. Hè? Dus hoe langer je het laat liggen, hoe beter het is. Wintergroene planten, moeten we het ook even over hebben. Ja, kijk dan jongen, hoe dat begint ook uit te lopen. Het is echt ongelooflijk. Al die bloemknoppen die erin zitten, het is echt waanzinnig. Weet je, eigenlijk is het toch een beetje te vroeg hè, voor de groenblijvers. Want we zeggen natuurlijk officieel, weet je, ja, na de winter, eerste week maart, tweede week maart. We weten het niet helemaal wat er nog gaat gebeuren. Ik zou de coniferhagen gewoon nog even met rust laten. Daar zit nog niet echt druk op. En deze laurieren, ja, die beginnen gewoon al volop uit te lopen. Dus als je die op een gegeven moment wat wil inkorten, gewoon doen. Hè. Weet je, we zitten nu zo ver in het seizoen. Dat risicootje kan je wel nemen. En sowieso, dit is zo vreselijk winterhard, dat al zou je dit wat in gaat korten en je krijgt een vorst, kan niet makkelijk tegen. Dus dit soort dingen kun je nog wel aanpakken. De olijfboom nog even niet, hè? Hebben we vorige week al gezegd. Ja, en de camellia, die ga je sowieso niet aanpakken nu. Hè? Die staat in de knoppen. Ik denk over 2-3 weken staat die volop in de bloei. Dus doe daar ook nog even rustig aan mee. Pakken we die gewoon lekker ergens eind april, zo'n beetje. Oh ja, en de lavendel en de rozemarijn. Ik zei al net over de vaste planten nog niet doen.
ook daar nog even mee wachten, want die zijn natuurlijk wat vorstgevoeliger. Dus wees daar nog wat rustig mee. Dat komt over een maandje wel. Ja, en dan die boerenhortensia, hè. Weet je, pak hem maar lekker aan. Of je hem nou uit wilt dunnen, of je wilt hem kort wieken, of je wilt alleen de bloemen eruit halen, of je wilt hem halveren in hoogte. We hebben een hele leuke video over. Dat is best wel even een heel lang verhaal. Maar die hebben we al. Dus als je die wil weten, zoek hem even op. Dus de boerenhortensia, pak hem maar aan. De pluimhortensia, nog heel even mee wachten. Net zoals met de Annabel. Rustig aan nog. En als je je nou afvraagt, waar is mijn snoeischaar? Hier heb ik ze. Ja, weet je, even een commercieel momentje. Maar wij hebben zulke fantastische snoeischaren. Het is Zwitsers gereedschap. Ik bedoel, leuke kleuren, leuke prints en ook professioneel. Dus dit is echt gewoon goed spul. We hebben ook de takkenschaar natuurlijk. Die ben je wel van ons gewend voor het grotere werk. En straks, zeker als we de vaste planten en de gras en zo gaan terugknippen, hebben we de hegschaar. Beetje met zo'n knik erin. Dat vind ik zelf heel fijn werken. Dus heel ergonomisch. Aluminium stelen, mooi rubber, zodat de klap gedempt wordt. Heb je nu nog niet nodig? Nou, trouwens, voor de haag een beetje te knippen. Maar straks, over een week of 2-3, gaan we vol gas met onze hegschaar. Oké, we gaan het even hebben over bodemleven. Nou, intussen zal het wel duidelijk zijn hoe belangrijk het bodemleven is voor je tuin. Bodemleven, hè, dat zijn niet alleen de wormen, maar dat zijn ook de bacteriën, het zijn zelfs virussen, schimmels. Waanzinnig belangrijk, de schimmels. Die zorgen er namelijk voor dat planten ook een soort symbiose maken met de grond en beter water en voedingsstoffen op kunnen nemen. Maar hoe activeer je dat nou? Een goed bodemleven activeer je met organische stof. Organische stof, dat zijn dode planten- of dierenresten. Dus compost, houtsnippers, boomschors of organische voeding. Dat zit gewoon bij ons in een emmer. En wij hebben daar iets speciaals mee gedaan. Met deze korrels, dat is niet alleen organische stof waarmee je dus het bodemleven activeert. Maar hier zijn ook nog extra voedingsstoffen aan toegevoegd voor de planten die straks uit willen gaan lopen. Nou, eigenlijk kun je gewoon zo zeggen dat als jij eind februari begint met strooien met tuinvoeding en dan om de 8 weken dat blijft herhalen tot ongeveer eind september, dat je je tuin eigenlijk het beste doet voor het bodemleven en dus ook voor je beplanting. Met gezonde bodemleven en gezonde planten heb je dus ook veel minder schimmeltjes, luizen, kevertjes. Het zijn gewoon sterkere planten, ze zien er beter uit en je kunt beter voeden dan dat je straks moet gaan bestrijden. Dus dat wat betreft tuinvoeding en bodemleven. Dan heb je nog de zuurgraad van de grond. Hoe zuurder jouw grond is in de tuin, hoe lastiger gazon groeit, hoe lastiger planten groeien. Natuurlijk zijn de zuurminnende planten zoals camellia, rhododendron en de heide, die dan uitgezonderd. Maar de rest van de planten wil eigenlijk helemaal geen zure grond. Want dan kunnen ze gewoon heel lastig voedingsstoffen opnemen. Maar hoe weet je nou hoe zuur jouw grond is in de tuin? Nou, daar zijn testsetjes voor, die kopen gewoon bij het tuincentrum. Ga ik even doen. We gaan even kijken wat de grond in deze tuin is, qua pH-waarde. Ik heb hier een beetje grond. Een testbuisje, daar gaat poeder bij. Kijk eens hoe, dat doe ik netjes, zie je? Kan ik wel. Dan gaat er, even neerzetten weer, wat gedestilleerd water bij. Dan gaan we schudden. Kijk, nou, nu zie je even helemaal niks. Het is gewoon één grijze massa. En dit laat je ongeveer 5 tot 7 minuten staan. Dan gaat hij een kleur geven en dat kun je vergelijken met het doosje en dan weet je precies wat je pH is. Dus je ziet, hij is prachtig donkerblauw geworden. Vergelijk je met de achterkant van het doosje, pH 7. Oftewel, de grond in deze tuin is neutraal. Nou, dan kan je eventueel op je gazon even goed nog wel wat kalk gaan strooien. Maar dat doe je dan eigenlijk niet om de pH nog beter te krijgen, want die is al goed in deze tuin. Nu zou je alleen nog kalk gaan strooien om de structuur te verbeteren. Maar dan heb je een tweede keuze. Dus als je grond te zuur is, neem je kalk. Maar als je grond neutraal is, dan kun je ook kiezen voor lavameel. Dat is een poeder. Heel fijn lava. Dat is gewoon echt gebroken lava. Magma, hè, wat uit de aarde vandaan komt. Daar zitten ook wat voedingsstoffen in. Niet te vergelijken met tuinvoeding. Dat is echt om te voeden. Maar die lavameel die heeft ook een structuurverbeterende eigenschap. Net als dat de kalk is. Dus als je pH neutraal is, neem dan de lavameel. Dan heb je nog dat kleine voordeel van wat extra voedingsstofjes. Maar is vooral ook makkelijk strooien.
Niet als het hard waait. Dan gaat het niet goed komen. Anders wel. Maar dat is dus het verschil tussen lavameel en kalk. En als je nou mos in je gazon hebt, dan weet je dat je een vrij zure grond hebt, toch? Ja, met mos dan is dat al wel wat duidelijker. Ja, en zoals veengronden zijn natuurlijk al zuur van zichzelf. Klei en zandgronden zijn vaak wat meer basis, hè, dus wat minder zuur. Bosgronden bijvoorbeeld, dat noemen we dan ook wel zavelgrond. Dus echt de bossen van oudsher, altijd zuur. En dan zie je ook inderdaad veel meer varens en mossen en zo verschijnen. Dus dan weet je het al wel zeker. Als je twijfelt, ja, dan zou je het even kunnen testen. Maar van de meeste gronden, zoals ik al zei, zand en klei is meer basis. En de bosgronden en de veengronden zijn zuur van zichzelf. Nou sta ik hier met mijn voeten. Enorm te soppen. En dan is het wel handig toch om je structuur te verbeteren. Ja, deze tuin is heel vochtig van zichzelf. Je staat inderdaad te soppen op het gras. En de pH is 7. Neem dan lekker lavameel en strooi dat gewoon eens een paar keer. Dan moet je eens kijken. Structuur verbetert en dat zompige raakt vanzelf een beetje naar de achtergrond. We willen geen zompig. Zeker niet. Zompig is stom. Ook nog even wat nog niet te doen in februari, want ik was er nog één vergeten. En dat is het gazon. Blijf er alsjeblieft vanaf, loop er niet te veel overheen. Ga zeker nog niet verticuteren, het is gewoon nog echt veel te vroeg. Er zit nog geen groei in, maar er zit veel te weinig groei in het gras. Dus laat dat alsjeblieft nog even met rust. Ik geef er zelf wel een seintje, als je los mag. En dat is wel nog steeds zo, het is planttijd. Wortelgoed, kluitgoed, potgoed, alles wat je maar kan verzinnen. Van bomen tot coniferen, tot hagen, tot vaste planten. Het is echt nog steeds een geweldige tijd. Want de natuur is nog in rusten. Alhoewel, begint nu toch wel een beetje te komen. En die planten die slaan ook gewoon meteen aan. De grond is nog lekker vochtig. Op het moment dat dan echt het zonnetje komt, dan barst het ook echt uit de grond vandaan. Hoe eerder ze er nu in staan, hoe beter het is. En als je dan gaat planten, zorg dan ook gewoon voor dat ze goed aanslaan. Alsjeblieft. Is het een hint? En verder zeg ik niks.